We can start the lecture. We gaan de lezing starten. Hij is in het Nederlands hoor, wees gerust. Maar one of the speakers is English, so partly I will introduce him in English. Maar wij gaan natuurlijk de laatste van een drietal lunchlezingen, een cyclus van drie lunchlezingen nu meemaken, beleven. Die lezingencyclus die ging over moderne, of die gaat over moderne ontwikkelingen in de geneeskunde. Ik heb vorige keer ook al even gezegd, kijk, je kunt dat natuurlijk benaderen op een, noem het maar, futurologisch perspectief. Bedenken wat het zou kunnen worden ooit. Maar dat is eigenlijk een beetje fantaseren eerder. En daar wilden we ons eigenlijk niet aan op toeleggen. We wilden ons eigenlijk toeleggen op technieken die er nu al zijn, maar die in de toekomst veel meer betekenis gaan krijgen. En dat is eigenlijk de rode lijn geweest in die ziekte. Nou, we hebben gehad Dr. Klimek. Hij heeft gesproken over muziek als medicijn. Hè? Het MAM-project, Music as Medicine Project. We hebben gehad als spreker Casper van Eyck. Hij heeft gesproken over, ja, de titel was Een leven zonder kanker. En hij heeft alle moderne ontwikkelingen van virale therapie tot immuuntherapie gesproken. En nu vandaag gaan we de volgende, de laatste doen. En dat, ik welkom daarbij natuurlijk. Ik kan even nog voor degene die dat niet zo meekrijgen. De lunchlezingen worden georganiseerd door twee groepen. Hier zit een groep. Dat zijn de mensen van de MFVR, de Medische Faculteitsvereniging Rotterdam. En Lenja is vertegenwoordiger van Studium Generale. Net al even aan de orde, Studium Generale is een verplichting voor alle universiteiten, moeten dat hebben. Die moeten een Studium Generale hebben om toch ook de wetenschapscommunicatie naar de buitenwereld te plegen. Ik zeg dat al, als je in Rotterdam loopt, steeds constant tegen die witte torens aan te kijken. En ja, dan vraag je misschien ook eens af, wat gebeurt daar binnen eigenlijk? Dus die connectie. Maar ook voor de studenten van de Erasmus Universiteit in brede zin, dat zij ook een keer over de schutting kijken. Dus voor geneeskundestudenten is een keer nadenken over juridische aspecten van hun handelen. Voor juristen is nadenken over wat is nou precies eigenlijk een obductie als je dat soort dingen. Dus dat is ook een tweede taak van de Studium Generale. En tezamen met de Medische Faculteitsvereniging hebben we dus nu al jaren deze samenwerking. Dat leidt er dus toe dat we bijvoorbeeld deze heerlijke broodjes hebben kunnen arrangeren. De dames en heren van de MFVR hebben dat weer geregeld. Je hebt de hele ochtend staan smeren natuurlijk, maar dat is goed gelukt. Ik denk dat het goed is om even kort te introduceren wat we vandaag over gaan hebben. Jullie weten denk ik allemaal wel wat virtual reality is, of de VR. Hè. Maar je hebt ook AR, hè, de augmented reality, de mixed form zo'n beetje. Waarbij je zeg maar delen van de werkelijkheid projecteert, of een virtual reality projecteert op de werkelijkheid. Nou, dat zijn dingen die jullie eigenlijk allemaal wel kennen. Misschien ook van videogames, hè, dus die 3D-werkelijkheid die nagemaakt is. Maar vandaag gaan we het dan hebben over de wetenschappelijke achtergrond daarvan. En we hebben het geluk gehad om hier een drietal uitstekende sprekers voor te recruteren of te vragen. En die zijn bereid geweest om zich hier aan u te presenteren. Twee mensen van de MKA-chirurgie. Voor de kenners zal dat wel duidelijk zijn, maar voor de mensen die dat niet kennen, is het de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie. Wat wij vroeger de kaakchirurg noemden, maar dat is al lang voorbij die tijd. Ze doen veel meer. Maar van deze afdeling zijn dokter Piet-Hein Twisk en dokter Abdullah Tabit hier aanwezig om met u daarover te spreken over virtual reality op de operatiekamer. Ik kwam net al even aan de orde, zij zijn daar heel erg, zij zijn voorlopers daarin. Ook in het 3D-reconstrueren, voorafgaand aan een operatie, daar alvast de operatie oefenen. Nou goed, dat is al jaren. We kwamen net achter 2009 al, dat daar de eerste dingen gebeuren. Dus dat is al heel lang, zijn zij daarmee bezig. En tweede spreker, dus eigenlijk de derde moet ik eigenlijk zeggen, dat is Danielle Starreveld. Zij zit hier en zij is, dat is ook een hele mond vol, kinder- en jeugdpsychiatrie noem ik het maar even voor de zekerheid. Zij is verbonden aan het Sophia kinderziekenhuis. En zij hebben een project wat ook al een aantal jaren loopt en waar steeds meer betekenis krijgt, waarin kinderen voorbereid worden op een operatie door virtual reality. Die worden als het ware door
Het ziekenhuis geleid, door de operatie geleid, met behulp van 3D-animaties, maar ook gewoon met een bril op en dan gewoon net doen of je daar al rondrijdt. Nou ja, zij gaat daar uitgebreid op in, want ze zijn ook alweer nieuwe ontwikkelingen en zij zal daarover spreken. De organisatie van de lezing is dat nadat ik mij teruggetrokken heb, gaat snel gebeuren hoor. Dan zullen dokter Twisk en Tabiet zullen. Van Twisk, sorry. En Tabiet zullen de eerste lezing houden. Die is ongeveer tot 14:45. En dan zal daarna Danielle het woord overnemen. En dan ongeveer om 14:45 is het ongeveer afgelopen. Het is zo dat helaas door omstandigheden, maar dat is eigenlijk mijn persoonlijke probleem, kan ik de tweede lezing niet meemaken. Dus de Q&A's, de vragen en antwoorden, dat wordt gedaan traditioneel eigenlijk hoor, door Lenja. Die zal het met jullie doornemen. Dus de vragen die daarover zijn. Tussendoor doen we de vragen ook. Hè? Dus na de eerste lezing kunt u daar al vragen over stellen. Mij ziet u dan stiekem wegsluipen straks via de artiestenuitgang. Want ik moet helaas alweer naar een volgende afspraak. Dat is een beetje mislukt, die ding. Maar goed, tot slot dan wil ik jullie bedanken in ieder geval voor jullie aanwezigheid hier. En dat wil ik eigenlijk ook doen. Het is een emotioneel moment voor mij, want ik heb dit 15 jaar gedaan of zo. En vandaag is ook mijn laatste keer. Want ik ben al een tijdje met pensioen. Een jaartje of 2,5 of zo. Maar ik ben altijd nog betrokken gebleven bij de organisatie van de lunchlezing. Ik zal ook nog wel bij betrokken blijven. Als men mij nodig heeft, dan ben ik er nog wel. Maar de presentatie van de volgende cyclus wordt alweer door Lenja en door mijn opvolger Jos van der Geest gedaan. En er zal natuurlijk ook een nieuwe commissie zijn. En dat gaat wel weer in hetzelfde systeem. Er zal weer 3 lezingen. Prima. Maar dit is dus een laatste keer voor mij. Of alles is natuurlijk een laatste keer. Dankjewel. Dank. En jullie dus nogmaals bedankt voor jullie trouwe aanwezigheid. Want sommige van jullie hebben al heel lang volgen deze lezingen. Dus mooi dat we dit hebben kunnen doen de afgelopen jaar. En nogmaals mijn dank. Ik geef het woord heel snel aan, dokter Van Twisk. Je kunt ook hier staat, kun je die nemen. Dat is goed. Misschien beter. Ja. Pik nog even een broodje. Zonder om weg te gooien natuurlijk. Nou, goedemiddag allemaal. Veel dank voor de mooie introductie. Mijn collega Abdullah Tabiet en ik wilden jullie eigenlijk meenemen met een tweetal projecten die wij hebben binnen de kaakchirurgie en mijn collega's dan van de Biomedical Imaging Group Rotterdam. Een samenwerking met de kaakchirurgie. Eigenlijk wat ik al hoorde is dat we eigenlijk een mooie mix hebben vandaag over van verschillende toepassingen van virtual en augmented reality. Want we hebben aan de ene kant dus meer patiëntengerichte toepassing. Ons deel is eigenlijk meer voorbereiding voor de dokter of hulp van de dokter op de OK. Wat we hebben gedaan is, we op een gegeven moment waren we eens een keertje aan het brainstormen, de afdelingshoofd en ik, en van wat kunnen we nou doen om onze AIOS eigenlijk een iets vliegende start te geven voordat ze bij ons op de OK ook echt dingen kunnen gaan doen. Je kan natuurlijk dingen uit een boek lezen, maar ja, zoals iedereen misschien wel weet, zijn chirurgen en denk met name ook kaakchirurgen heel erg doe-mensen. Dus wij leren graag door te doen in plaats van in een boek. Dan zijn we natuurlijk de literatuur een beetje ingedoken en dan heb je eigenlijk al best wel veel toepassingen, virtual reality toepassingen, die laten zien dat door zo'n operatie in virtual reality voor te bereiden, dus bijvoorbeeld operatietijd kan verminderen, het gebruik van augmented reality op elkaar bepaalde dingen beter inzichtelijk kan maken. Hier in het Erasmus MC hebben we ook een mooie toepassing van de thoraxchirurgie. Dat ze vooraf en tijdens de operatie een bepaalde route naar een tumor of een deel van de long beter inzichtelijk kunnen maken. Dit is volgens mij jullie onderzoek. Pijnreductie kunnen bereiken door middel van virtual reality.
En wat ik net al zei, hè, dus dat je inderdaad door een operatie in virtual reality te oefenen, eigenlijk de procedure vooraf beter begrijpt, zodat je tijdens het leerproces op de OK misschien minder fouten maakt. Ander belangrijk deel is dat we de verwachting van virtual reality, dus hoe dat in onze maatschappij verder gaat, een vlucht gaat nemen, ook best wel aanzienlijk is. Hè? Dus tegen 2026 verwachten ze 41, is goed te horen of niet? En een market cap van circa 41 miljard. Dan iets over onze virtual reality orthognathic surgery simulator. Even kijken hoor. Wat ik net al zei, hè, dat we dus die virtual reality en augmented reality ervoor zorgt dat je wellicht beter zo'n operatie kan uitvoeren. Dus je skills gaan hopelijk omhoog. Kortere operatietijd, altijd goed. Maar voor zover wij wisten, kwamen we in de literatuur dus nog geen trainingssimulator op ons gebied, op ons vakgebied tegen. Samen met de AOCMF, dat is een grote groep in Zwitserland die veel aan onderzoek doet, maar ook bijvoorbeeld alle plaatjes en schroefjes die wij gebruiken voor zulke operaties verzorgen, hebben we dus deze simulator ontwikkeld. En ons doel was dus om in eerste instantie AIOS, dat zijn de artsen in opleiding tot kaakchirurg, een soort voorsprong te geven voordat ze ook daadwerkelijk iets konden doen op de OK. En dat in een veilige omgeving, waar ze dus eigenlijk kosteloos fouten kunnen maken en ook de hele tijd fouten kunnen maken. Om stap voor stap zo'n operatie uit te voeren. En daardoor procedurele kennis kunnen opdoen. Maar bijvoorbeeld ook kennis over instrumentarium. En eigenlijk kwamen we er ook tijdens de ontwikkeling achter dat eerste plaatje, dus voor onze, dat alleen voor onze AIOS, dat helemaal niet opgaat. Want bijvoorbeeld OK-assistentes, die kunnen er ook wat aan hebben. Of studenten geneeskunde die bij ons komen voor een co-schap en die graag beslagen ten ijs komen. Het is dus ook geen substituut van het curriculum, maar meer een additie van het curriculum. En eigenlijk vormt het de brug tussen de boeken en het echte werk. Zoals ik al zei, chirurgie is een hands-on vak. Dus door telkens repetitief te herhalen, hopen we dus zo'n verbetering te kunnen krijgen. Dan iets over de simulator zelf. Wat we hebben gedaan is, we hebben een operatie genomen. Dat heet bij ons een Lefort 1 osteotomie. Dat is een vrij gestandardiseerde operatie, waarin we binnen verschillende patiënten doe je eigenlijk telkens stap voor stap hetzelfde. Dus heel repetitief. Elke operatie bestaat uit dezelfde stapjes, grofweg uiteraard. Die hebben we genomen, die hebben we helemaal in kaart gebracht, uitgeschreven. Wat hebben we ervoor nodig? Welke stapjes moeten we doen? En hebben we eigenlijk vertaald in die virtuele wereld. Dan hebben we verschillende mensen die daarmee bezig zijn. Dat zijn dus wij als chirurgen, de AIOS, maar ook ANIOS. Dat zijn artsen die bij ons werken die niet in opleiding zijn tot kaakchirurg of aangezichtschirurg. En medisch studenten hebben we genomen en die hebben we dit laten doen. En dan hebben we verschillende scores hebben we die laten bijhouden van hoe is de procedurele kennis, instrumentariumkennis. Verschillende achtergrondinformatie hebben we ook op het scherm terugkomen. Met vragen die ze moeten beantwoorden tijdens de virtuele operatie en de operatietijd. Dat hebben we allemaal genoteerd. Dan heb ik hier een filmpje. En aan de hand daarvan kan ik jullie alvast even laten zien hoe dat er dan uitziet. Iets zachter ook, of niet? Iets zachter? Oh, ja. Zo. Hier zien jullie die virtuele omgeving. Dit is dus iemand die dit op dit moment speelt. We zien een patiënt liggen. We zien een operatietafel met daarin wat instrumentarium. Rechts een anesthesieapparaat. In eerste instantie hebben we meer gefocust op de inhoud dan echt de graphics heel erg mooi krijgen. Want daar was nog wat meer geld voor nodig. Je ziet een scherm met de verschillende stapjes die je moet doen. En hier zie je dus dat de speler verschillende instrumenten in de mond aanbrengt, zodat de wangen opzij gebracht kunnen worden.
De volgende stapjes staan dan weer op het scherm. Hij kan door middel van de knoppen kan die de wangen wat opzij houden. De volgende stap is dan het geven van lokale anesthesie. En je moet je ook voorstellen dat je verschillende moeilijkheidsgraden hierin kan bouwen. Dus door bijvoorbeeld de hele tafel vol te leggen met instrumentarium. Maar ja, de beginner wil graag weten van welke moet ik überhaupt pakken. Volgende stapje is dan het doornemen van de slijmvliezen aan beide kanten. Weer volgend stapje is het afschuiven van die slijmvliezen. Als dat is gebeurd, neem je met een zaagje dan die kaak door. En we gaan een beetje versneld hier er doorheen, hè, want het duurt allemaal wat langer. Dan met hamer en bijtel moet je het verder losmaken. En hier zie je dus degene die dat dus aan het spelen is. Die is echt aan het hameren. Je krijgt een klein beetje feedback, maar het is natuurlijk nooit zoals in het echt. Hè? En dan zie je op het scherm telkens dus alle stapjes die je moet verrichten. Nou, weer een stukje verder hameren. En hier zie je een vraag. Hè? Dus tussendoor krijgen ze ook vragen over de procedure en achtergrondinformatie. Eventueel anatomische kennis die ze moeten weten. En zo word je eigenlijk stap voor stap door die operatie geleid. Nou, en hier zijn ze dan verder de kaak op elkaar aan het binden en de plaatjes en schroefjes om het allemaal gefixeerd te houden aan het aanbrengen en het sluiten van de mucose en dan is de operatie ten einde. We hebben nu flink wat stappen hebben we overgeslagen uiteraard voor dit filmpje, omdat het anders een beetje te lang duurde. We zijn nog bezig met het analyseren van de uitkomsten. Het laat wel zien dat we... Dus bijvoorbeeld op tijd, niet zozeer operatietijd, maar een tijd van het doen van dit programma. De tweede keer, mensen leren heel snel. De eerste keer dan duurt het ongeveer 15 tot 20 minuten voordat ze de hele procedure hebben doorlopen. De tweede keer is dat alweer met de helft gereduceerd. Dus het is heel intuïtief allemaal. Verder lijkt het ook met name op het gebied van de instrumentenkennis. Mensen die dus vooraf helemaal geen weet hebben van deze ingreep, die kunnen de tweede keer al veel meer instrumentarium benoemen en het goede pakken. Omdat ze de eerste keer er al mee in aanraking zijn gekomen. Dus het laat wel zien dat mensen ervan leren. En dat was natuurlijk heel de bedoeling. Maar echte resultaten die moeten nog volgen met verder onderzoek. Ik wilde nog heel eventjes namens Evelien Kortes, plastisch chirurg. Ze had me dit gisteravond nog toegestuurd. Dus, dit is namelijk een project wat in samenwerking met de heelkunde en met de anatomie volgens mij wordt gestart voor het co-schap heelkunde. En dat is een studie waarin wordt gekeken naar de inzet van de virtual reality in het masteronderwijs van geneeskunde en de mogelijkheden om het ruimtelijk inzicht te trainen in VR. En masterstudenten die gaan starten met coachschap heelkunde worden hiervoor benaderd. Dus hou je mail en de Canvas site goed in de gaten, was haar vraag. En natuurlijk, als je meer wil zien van de simulator die we hebben ontwikkeld, dan kunnen jullie altijd een mailtje sturen naar mij. Mijn e-mailadres stond op de eerste slide. Dat is p.vantwisk@erasmusmc.nl. Altijd welkom. Dan wil ik nu graag het woord geven aan mijn collega Abdullah Tawid. Die gaat iets meer vertellen over de augmented reality, dus meer op de OK. Sorry, my talk will be in English. I hope that's not an issue. Thank you for the introduction. I'm a PhD student. I work with my group focusing on using augmented reality in the operating room. So during surgery, and we look all at the challenges to bring the technology to the surgery. In this talk, I'll talk a bit briefly about a navigation system that are being used in the OR, and the added value of using augmented reality in these surgeries, and then what we do, the type of AR system that we have in our lab, and the application that we look into.
So just a brief introduction. A normal navigation system usually have, say, two main parts. One is a tracking system that is responsible of making sense of where are the instruments of the surgeon with respect to the patient. And there's also a display to visualize these tracking data or navigation data to the surgeon to navigate through the surgery. And the type of tracking system, but different type of technologies, two main ones. One is using an electromagnetic tracking device, which tracks electromagnetic coils within a tracking volume. And the other type is using an infrared camera that tracks some reflective spheres attached to the surgical instruments, and also one attached to the patient, and then to make sense where things are with respect to the preoperative data that is acquired before the surgery, point-based matching between the preoperative data and the patient is done to transform the preoperative data to be to the patient, and then with that you would know where are your instruments with respect to the patient. These are the generally what is how the surgical navigation system works. However, these type of navigation system have some drawbacks, mainly that the surgeon usually needs to look away from the patient as they look at the display to know where the instruments are, and also there's some depth perception issue as what the display is showing is a 2D information, and while the preoperative data is in 3D, so the depth is missing there, and also there's the problem of the hand-eye coordination, where the surgeon usually sometimes would do a drilling or some task in a vertical position while it's being shown in the display in a horizontal position. So it needs to be mentally mapping these directions. So augmented reality can help addressing these issues. And if you're familiar with Pokemon Go, augmented reality is basically adding some virtual elements to the reality. To add more information in the reality. And what we do in our lab is that we try to add the virtual elements that are of important, like to the surgeon, such as the critical structures, trajectories of insertion, drilling, and cutting, things like that. And so in an earlier systematic review by my colleague, he looked into the different devices being used in augmented reality, and just focus on the last few years, the see-through headsets such as the Microsoft HoloLens are being used, are being explored more often, giving the added value of having a free hand approach and you have the 3D overlay in your eyes directly. Functions that needs to be addressed navigation during surgery is the registration, which is aligning the preoperative data with the patient. And in some works, this can be done by attaching a splint to the patient, while the camera would look at you at the QR code and understand where the patient is. However, this method requires a rigid attachment of the QR code and also requires a specific splint for each patient. And if you want to use, let's say, the Microsoft HoloLens with a navigation system with a good tracking accuracy, then you need to do some calibration. So you can attach some reflective spheres that can be tracked by the tracking system, and using a calibration process you can do that, but this is requires new calibration for each device that you do, and also it cannot be used with, let's say, a different technology like electromagnetic tracker. So to solve this issue,
we build a system that is agnostic to the navigation system, the tracking system that is being used, to be integrated with the Microsoft HoloLens. And for that, we attach the sensor of the respected tracking system to a QR code, and with a calibration process, then you'd be able to transform the coordinate system of the tracking system to the HoloLens. And the advantage of this is that you do only one time offline calibration. You can use it with both the optical and the electromagnetic. And then it's the QR code is not rigidly attached to the patient. So that's an advantage. And we tested that with the HoloLens. So if you see in the video above is by integrating the HoloLens with an electromagnetic tracking system. And the image or the video below is integrating the HoloLens with an optical tracking system. As you can see, adding the augmented reality allows for a 3D information presented overlaid over the patient. And so we wanted to put this system into an application. And so one of the surgery that is being done here at Erasmus MC is a craniosynostosis surgery. And craniosynostosis is if you're not familiar, is a medical condition where a premature fusion of one of the cranial sutures happen, and therefore requires some surgery to restore that that space to allow for the brain to grow back normally. And in this type of surgery, usually surgeons plan the surgery by trying to locate these cranial sutures to know where to do the incisions, and they do that by feeling the patient's head. And once they try, when they find these sutures, then they define where they do the incision lines. However, the way how they locate these sutures by the hand is prone to error and sometimes inaccurate, can be up to 10 to 20 millimeter. And so we wanted to see if augmented reality can help the surgeon locate these sutures more accurately. And we did a user study where we asked users to use the HoloLens, look through the HoloLens, visualize these sutures, and then mark them on some phantoms that we used. And then we compared the accuracy of the marked sutures compared to the originally planned. And then we found out that in this phantom study that augmented reality helped reduce this error to up to 3 millimeter. And now we're looking to move forward with this to try to do some testing in the OR. One of the challenges of using augmented reality is a depth perception. And so my colleague wanted to look into how accurate can you align, let's say, your physical instrument with the virtual trajectory that you show using augmented reality. And during this study, he compared with different ways of alignment. So you compare a virtual alignment with the physical, and the virtual also showing the virtual element on the tracked pointer with the trajectory. And he found out that the more virtual elements you add, to show some overlap can reduce the alignment error. Another application, given that what we improved on the system, we wanted to also compare different way of visualizing augmented reality information. And one of the common application is an insertion task or a drilling task. And so, for example, in the hydrocephalus medical condition is that requires some insertion of a catheter to the ventricle to release the pressure. And in a freehand approach that does not have any navigation, usually there's some misplacement of the catheter. And so we wanted to see if AR can help in reducing this misplacement, and also to evaluate the different ways of visualizing virtual image, like using a smartphone or different ways using 3D. And so we did also a user study where we had 32 users to do an insertion task using
the HoloLens and with the phone. And we found out based on this user study that participants prefer to use the 3D alignment, and also they also performed better when the virtual models is being presented to them in 3D. So this was just a brief information about the work that we do, and if you have any questions, you can ask now, or this is my email, you can always reach out. Thank you. Thank you very much. Give them a warm hand of applause. Piet Hein Twitsch and Abdullah Tabit. Thank you very much. And this is Danielle Sterreveld. Dank je wel. Ik switch weer naar het Nederlands. Er is mij gevraagd om iets te vertellen over het gebruik van virtual reality bij kinderen in het Sophia Kinderziekenhuis. Mijn naam is Danielle Sterreveld en ik werk als onderzoeker en psycholoog op de kinder- en jeugdpsychiatrie en psychologie. En ik werk hier sinds 1 mei, dus ik wil eigenlijk beginnen met te vertellen dat het werk dat ik vandaag, waarover ik mag vertellen, dat van dit onderzoeksteam komt. Aan de linkerkant, of voor jullie de rechterkant, zie je Bram en Jeroen. En Lonneke Staals is de anesthesioloog die betrokken is bij het project. En degene met het jasje en met het colbertje aan is Robin Eilers. En het is haar PhD-project waar ik vooral in het begin wat meer over zal vertellen. Dus dat als disclaimer, dat ik er in ieder geval wel mee aan de slag ben in mijn werk. Maar wat ik laat zien is ook het werk waar zij veel mee bezig zijn geweest de afgelopen jaren. Als we het hebben over virtual reality, dan jullie kennen vast de brillen die je op deze plaatjes ziet. En als we dat toepassen in de kliniek, dan kan dat eigenlijk op 2 verschillende manieren. Wat je rechts onderin ziet, is dat een kindje geprikt wordt, een vaccin krijgt. En daar zie je dat de virtual reality vooral gebruikt wordt om het kind af te leiden, waardoor het misschien wel minder pijn heeft of met andere dingen bezig is en niet zozeer met dat wat de verpleegkundige of de arts aan het doen is. En aan de linkerkant zie je een toepassing waar wij in ons onderzoek vooral naar gekeken hebben. En dat is om VR te gebruiken om kinderen voor te bereiden op de medische procedure, met de hoop dat ze daardoor wat beter weten wat er gaat gebeuren. En er is een review geweest waarin we gekeken hebben naar de effect van virtual reality en met name op pijn en angst die kinderen ervaren. En dat heeft Robin in 2019 gepubliceerd. En daaruit kwam naar voren dat er op dat moment al 17 studies waren gedaan. Vooral naar het gebruik van VR als afleiding tijdens een medische procedure. En daarin zag je dus dat het er duidelijk voor zorgt dat kinderen minder angst ervaarden tijdens die procedure. En dat er ook minder pijn was. Dat was dus vooral de afleidingstoel. En eigenlijk de VR als voorbereidingstoel, daar was nog maar 1 studie naar gedaan. Dus dat is het gat waar zij ingesprongen zijn en waar ze verder mee aan de slag zijn gegaan. En de gedachte daarachter is dat door kinderen alvast bloot te stellen aan de medische procedure, dat ze daar minder angst door hebben. Dat kan je vergelijken met exposure therapie. En voor degene waarbij dat niet zo bekend is, dat wordt vaak toegepast bij angst. Heb jij bijvoorbeeld een spinnenfobie, dan is de eerste stap dat je iemand blootstelt aan een afbeelding van een spin. En op het moment dat je dan merkt dat de angstreactie van het lichaam en de geest dat afneemt, omdat iemand wendt aan, ik zie een spin, maar er gebeurt eigenlijk niks ergs, dus ik hoef niet bang te zijn. Op het moment dat die reactie afneemt, ga je naar de volgende stap. Bijvoorbeeld dat er een echte spin komt, maar dan in een glazen potje. Dan vervolgens wacht je weer tot die angstreactie afneemt. En dan, daarna kan je zelfs nog door naar de volgende stap om die spin ook daadwerkelijk op je hand te laten lopen. Allemaal om ervoor te zorgen dat jij dus heel vaak datgene waar je bang voor bent in je omgeving hebt, maar eigenlijk geen negatieve gevolgen hebt. En daardoor leren je hersenen, het is oké en ik hoef deze angstreactie niet te genereren. Nou, dat is het idee van exposure.
Nou, die exposure kan je dus ook heel gemakkelijk toepassen in virtual reality, omdat je dan ook een omgeving kan creëren die misschien net iets lastiger na te bootsen is in een exposure therapie. Bijvoorbeeld als jij vliegangst hebt, dan kan je met virtual reality heel makkelijk doen alsof je in een vliegtuig zit. Waardoor het toch een stuk goedkoper is om deze therapie uit te voeren. Als we dan naar een operatie kijken, wat je eigenlijk wil is dat kinderen alvast eens in de omgeving zijn geweest van die operatiekamer. Dat ze weten wat ze te wachten staat, dat ze zien wat er gaat gebeuren. Dus vandaar het idee om daar een virtual reality omgeving voor te bouwen. Nou, zo'n operatiekamer, dat is natuurlijk al indrukwekkend als je daar voor het eerst inrijdt. Dan zijn er ook nog de procedures van een infuus prikken, een mondkapje waarmee de anesthesie geleverd wordt. Dus dat zijn allemaal procedures die we omgezet hebben naar een virtual reality omgeving. En ik weet niet of er iemand hier in de zaal zit die al eens in het Sophia kinderziekenhuis is geweest in de operatiekamers. Maar dit is een plaatje van de virtual reality omgeving. Maar het ziet er dus exact zo uit als de kamer waarin kinderen naar binnen gereden worden op het moment dat ze geopereerd worden. Dus dat is helemaal nagemaakt. En vervolgens het kind ligt in een bed, wordt opgehaald door de anesthesioloog. Die legt dan ook nog wat uit. En vervolgens word je meegenomen over de gang naar de operatiekamer zelf. En in de operatiekamer krijg je ook nog wat uitleg. Want je ziet hier op de kamer op de tafel verschillende onderdelen liggen. En als een kindje daarnaar kijkt, dan krijgt hij ook wat extra uitleg. Bijvoorbeeld waar het mondkapje voor gebruikt wordt en waar de verschillende metertjes voor gebruikt worden. Daarna wordt ook echt een infuus geprikt. Of er wordt een mondkapje gebruikt om de anesthesie te leveren. En dan gaan ze ook echt slapen. En dat wordt eigenlijk nagebootst doordat het heel erg licht wordt. En vervolgens gaat het licht weer uit en worden ze wakker in de uitslaapkamer, die er dus zo uitziet. Nou, voor de oplettende kijker zie je ook dat er hier een getinte arm is. Er is ook een blanke arm, dus er is echt rekening mee gehouden dat een kind zoveel mogelijk het gevoel kan hebben dat zij dat zelf zijn die in het bed liggen tijdens deze ervaring. In de uitslaapkamer krijg je ook nog een extra filmpje te zien van Pepijn. Dat is ook helemaal aan het begin. En dat is dan weer wat meer om de uitleg te geven wat er gaat gebeuren. Nou, ik heb hier een filmpje. Daarin zie je aan de linkerkant een opname van hoe een van een echt kind die geopereerd wordt. En aan de rechterkant zie je de ervaring in de virtual reality omgeving. Dus dan zie je dat het dus heel erg de realiteit nabootst. Nou, dit is dus al in een eerder onderzoek onderzocht. Dat was ook wat net in de vorige presentatie al getoond werd. En daaruit zagen we dat, gek genoeg, de angst en de pijn vergelijkbaar waren in beide groepen. We hebben een groep vergeleken die de virtual reality exposure meemaakte en een groep die de normale zorg kreeg, dus de normale voorbereiding. En we zagen helaas geen verschil tussen angst en pijn. Wat we wel zagen was dat er eigenlijk al een vrij lage score op angst was om mee te beginnen. Dus wellicht dat onze normale voorbereiding al heel erg goed werkt om de angst wat lager te maken. En de pijn kom ik zo nog even op terug. Want wat we inderdaad wel zagen is dat de groep die blootgesteld was aan de virtual reality, dat die minder vaak morfine gebruikte op de uitslaapkamer. Nou, ik heb dat ook nog mooi in deze grafiek staan. In de donkerblauwe kleur zie je de groep die blootgesteld is aan virtual reality. En in de lichtblauwe de groep die blootgesteld is aan de normale zorg. En je ziet dat bijna alle deelnemers in de groep met de normale zorg morfine gebruikt hebben. En eigenlijk de helft van de groep die virtual reality gekregen hebben, heeft morfine gebruikt.
En dat is natuurlijk heel erg relevant voor de kliniek. Want morfinegebruik, dat is extra kosten. Als er heel veel gebruikt wordt, moeten deze kinderen een nachtje blijven slapen. Dus dit is, ondanks dat we het niet in de pijnscore zelf terug waren, toch een heel veelbelovend resultaat, waardoor we hiermee verder wilden gaan. En dat zijn we nu dus ook aan het doen. En eigenlijk is onze volgende stap om er een smartphone-app van te maken. Want wat we net zagen, is echt een virtual reality voorbereiding die in het ziekenhuis gegeven moet worden. Er moet een bepaalde computer zijn, de apparatuur natuurlijk voor de bril zelf. En we zijn nu bezig om er een smartphone-app van te maken. Met een beetje geluk komt die deze week uit, dus dan zijn we een stap verder. En wij geven dan de kinderen deze bril. Die kan je overal tegenwoordig kopen, maar voor het onderzoek dat we gaan doen krijgen ze die natuurlijk. En daar kunnen ze dan hun telefoon in doen en vervolgens heb je je eigen virtual reality bril thuis. En kan een kind dus zo vaak als hij of zij dat wil deze hele ervaring nog een keertje door. Nou, we hopen dan dat we wel effecten gaan zien op angst en op pijn. En wat we ook doen is dat we de pijnscores op een andere manier gaan meten. Want de pijnscores die in het eerdere onderzoek gemeten zijn, zijn waarschijnlijk gemeten nadat de pijnmedicatie al gegeven is. Dus dan meet je vooral dat de pijnmedicatie zijn werk gedaan heeft. En niet het effect van de virtual reality zelf. Dus dat is wat we meenemen. Verder, wat op dit moment loopt, is dat we al zo'n smartphone-app met een virtual reality-omgeving hebben om kinderen voor te bereiden op een MRI-onderzoek. Je kan je voorstellen dat kinderen een MRI-onderzoek ook heel spannend vinden. Ik denk dat een hoop volwassenen dat ook spannend vinden. Omdat het natuurlijk een gesloten tunnel is waar je ingaat die een hoop herrie maakt. En ik heb een paar plaatjes meegenomen om te laten zien hoe dat er dan uitziet. Ja, dit is natuurlijk een plaatje, dus niet de omgeving waar je die je ervaart als je hem in deze bril ziet. Maar je ziet dat hier in de MRI getoond wordt. Ze kunnen door middel, je ziet in het midden een rode stip, die kunnen ze richten op dat voeten-icoontje wat je ziet. En op die manier kunnen ze door de ruimte heen bewegen. En kan je verschillende onderdelen van de MRI zien. Dus je kan hier in de tunnel kijken. Je kan uiteindelijk ervoor zorgen dat je op de tafel komt te liggen. Als je op de tafel ligt, krijg je nog wat extra uitleg van de laborant die erbij aanwezig is en die via een filmpje het een en ander vertelt. En dan word je ook nog de MRI zelf ingeschoven. Dus die hele ervaring is zo gemaakt dat kinderen dat thuis in hun vertrouwde omgeving al een keer kunnen ervaren. En op dit moment zijn we bezig met de laatste dataverzameling voor dit onderzoek. En we hopen daar dus volgend jaar meer over te weten of dat echt helpt om de angst te verminderen. En dan kom ik nog één keer terug op de analyse of de systematic review die ik aan het begin aanhaalde. Want er is in 2022 een update van gepubliceerd. En daarin zag je eigenlijk dat in de afgelopen 2 jaar 13 nieuwe studies toegevoegd konden worden aan de review. En die lieten nog steeds veel en mooie effecten zien van het gebruik van virtual reality om kinderen dan wel voor te bereiden op een medische procedure, dan wel om ze af te leiden. Dus de take-home message is dat virtual reality echt een mooie tool is om ook in de kliniek te gebruiken om kinderen en misschien ook wel volwassenen voor te bereiden op wat ze in het ziekenhuis te wachten staat. En daarmee wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht.